Goede avond en welkom bij het Regio Archiefcafé. Ik denk, nou komt niks, maar toch, goedenavond en welkom bij het Regio Artiestencafé. Ik heb hier bij mij een echte Bossenaar aan de bar zitten. Ja, heeft iets gedaan waar dat ik echt van sta te kijken. Een nummer wat al 100 jaar oud is uitgebracht. En daar gaan we natuurlijk eventjes met hem over praten. Dan heb ik over Danny van der Heijden. Goedenavond. Goedenavond. Nou, vertel eens wie, wat en waar. Wie, wat en waar. Ik ben Danny van der Heijden, 39 jaar jong en woonachtig en geboren in Den Bosch. Jij bent een echte Oeteldonker. Ook een echte Oeteldonker, zeker weten. Wat ben jij met carnaval? Meestal werk ik met carnaval. Meestal werk ik met carnaval? Dus lekker in de kroeg. Dus, ja, dat is waar. Ja. Hey, je bent opgegroeid met Nederlandstalig muziek thuis. Klopt. Ja? Maar wat werd er nou eigenlijk bij jullie vaak geluisterd? Van alles wat. Van alles wat? Echt van alles wat. Als ik terug denk aan de tijd van vroeger, zeg maar, dan stond mijn moeder te stofzuigen op de kermisklanten. Oh ja, de accordeons. Op de klapklap-polka. Daar werd van alles gedraaid. Nou ja, accordeon, je haalt er aan. Dat was wel een van de favorieten van mijn moeder. Ook een Manfred Jongenelis, dat soort mannen vond ze leuk. Mijn vader was meer van Koos Alberts. Piet Veerman werd gedraaid, zangeres zonder naam werd gedraaid. Daar zijn wij mee grootgebracht. Dat is eigenlijk hetgeen wat wij hoorden. We kunnen eigenlijk wel zeggen, eigenlijk meer de piratenhits van vroeger. Ja. Ja. Dat je de huisvrouw staat te poetsen met de radio aan en hard. Ja, klopt, precies. En dan hoor je eigenlijk, want we hadden in Den Bosch toen heel veel legale en illegale. Dat klopt. Zenders die altijd wel die muziek eigenlijk levend houden. Mm-hmm. Hey, nou ben jij zelf op je 14e jaar eigenlijk begonnen met zingen. Pak je microfoon op, feestje in je handen en verkocht. Begonnen met zingen, ja, dus dat is misschien een heel groot woord, maar ik vond het altijd wel leuk. Ik wilde altijd wel in de picture staan, daar is eigenlijk nooit veranderd. Ja. Dat vind ik nog steeds wel leuk. Ik ben gewoon iemand die graag aandacht heeft. Nou, daar hoef ik niet ons door de banken te schuiven, dus dat vind ik gewoon dat vind ik het mooiste wat er is. En zingen, dat is gewoon iets wat ik heel erg leuk vind. En eigenlijk nooit over nagedacht om daar iets mee te gaan doen. Dus vanaf mijn 14e tot 25 een beetje rondgelopen en altijd maar op feestjes en partijen. Mm-hmm. Een paar glaasjes bier op en dan de microfoon pakken en maar een beetje proberen iets neer te zetten. Hey, hoe belangrijk is de muziek voor jou? Heel belangrijk. Ja, vertel. En nog belangrijker geworden naarmate zeg maar, dat ik zelf vader ben geworden, ouder ben geworden. Maar ook zeker na de tijd zeg maar, dat mijn ouders zijn overleden. Mm-hmm. Dus wat doet muziek dan? Dat zei ik net ook. Dus als je terugdenkt aan vroeger, dan zijn dat de mooie momenten zeg maar, die, mm-hmm. die ik eigenlijk wel heel erg koester. Dan brengt muziek iets anders met zich mee. Dus in die zin, Een soort betekenis. Ja. Dus, nou vertel je al, je ouders zijn overleden. Je vader, heb ik gelezen, die is toen overleden. En heb je eigenlijk best wel een droevige periode gehad. Mm-hmm. Heeft hij nog wel, dat heeft hij natuurlijk wel meegemaakt toen je met feestjes ging doen. Maar heeft hij ook meegemaakt dat je ook echt tegen me kunnen vertellen van pap, luister, ik zou toch best wel eens wat meer willen dan alleen die feestjes. Ik zou best wel eens een echte artiest willen worden. Mm-hmm. Heeft hij nooit iets van gehoord? Nee. Nee, want het is echt de laatste 2 jaar bij mij pas opgekomen van nou goed, wat vind ik leuk. Omdat je best wel met jezelf een beetje in de knieën hebt gezeten. Ja, dan moet je echt gewoon dingen gaan doen die je leuk vindt. Mm-hmm. Nou, één ding wat ik leuk vind is zingen. Dus toen zat ik bij mijn vrouw ook aan de tafel en zeiden we in het nieuwe jaar van nou goed, ga dan ook de dingen doen die je leuk vindt.
Als je graag wil zingen, ga op zangles. Ja. Ga iets proberen. Ga een singeltje uitbrengen. Doe wat je leuk vindt. Dus dat ben ik echt gaan doen. Ja. Dus zeker, ja, ik had heel graag dat ze dat mee mogen maken. Maar ja, nogmaals, ik heb altijd gezegd, ik voel me eigenlijk geen zanger. Nee. Ik vind het gewoon heel leuk om te doen. En als het mij ergens kan brengen, prima. Dan is dat zo. Mag ik je dan een soort entertainer noemen? Entertainer mag je me zeker noemen, want ik denk wel dat ik daar wel ben. Ja. Dus, ja. Hey, nou heb je dan, je vader was overleden, je hebt even een periode gehad voordat het rustig in was. Ben jij toen ook eigenlijk weer zelf de muziek ingekropen om dingen te verwerken? Ik ben altijd met muziek bezig geweest. Ja. Dus wel is dat jouw beschermmuurtje? Dat is mijn beschermmuurtje, ja. Als ik me vervelend voel, of ik voel me kloten, dan kan ik, één, kan ik enorm grijnzen. Mm-hmm. Twee, moet je me gewoon lekker mijn rust laten en dan doe ik het op mijn eigen ding. Dus ik ga lekker op de bank liggen en dan zet ik een muziekje aan wat mij rust geeft. En dan is dat geen Nederlandstalig liedje, maar dan kan ik daar bijvoorbeeld op een nummertje van Piet Veerman of whatever. Mm-hmm. Ja, dan kan ik gewoon heerlijk zen van worden. Dan, dan probeer ik het op die manier te verwerken. Ben jij nou ook zo iemand? Ben ik dat tenminste weer wel. Als je echt een rotdag hebt gehad, dat je alles tegen hebt gehad en je hebt de microfoon in de buurt staan en je mengpaneel staan, dat je zoiets hebt van ik gooi hem aan en ik ga me toch even een partij afblazen? Ja, dat heb ik wel. Dus dat ging wat nou zeg maar het laatste jaar wel gebeurt thuis. Ja. Dus dan is het, probeer ik wel iedere dag gewoon wel een aantal nummertjes te doen. Mm. Eén van, nou goed, het is voor jezelf ook weer een stukje ontspanning. Ik heb gewoon een 40-uurige werkweek. Ik werk als leidinggevende, dus ik heb het goed druk in ieder geval in mijn hoofd al. Dus het is ook wel fijn om dat zeg maar los te even laten. Even los, ja, het helemaal dus leeg te maken. Ja. Hé, hey, De Diepe Wagen is de eerste single van jou. Mm-hmm. En die heb jij nieuw leven ingeblazen, want het nummer is eigenlijk al 100 jaar oud. Ja. Dat vertelde ik net al in het begin. En die was eigenlijk van Willy Chanson. Klopt. Hoe ben jij op het idee gekomen om eigenlijk dit nummer, want ik denk als de mensen het originele horen, die denken bij de rij van oh mijn god. Ja. Maar hoe ben jij op het idee gekomen om dat nummer eigenlijk weer eens in een nieuw jasje te gaan steken? Nou, eigenlijk heel simpel. Op een gegeven moment was het van nou goed, daar hadden we dus de afspraak van Den gaat iets doen wat je leuk vindt, hè, wat ik net vertelde. Mm-hmm. En toen zei mijn vrouw ook van nou goed, ze zag ook dat het emotioneel natuurlijk mij nog enorm heeft geraakt, het overlijden van mijn vader. Waarom doe je het nummer niet van de Dievenwagen? Hm. Dat is één, leuk om, om het opnieuw uit te brengen. Ja. Zeker het geval dat hij 100 jaar oud is. Plus het was het lievelingsnummer van mijn vader. Dus een 1 en 1 is 2, dan is, ja. Dan is de keus vrij simpel. Nou, je haalt net aan van nou goed, het nummer, als je dat nu aanzet, het origineel, ja, dan vallen we bijna in slaap. Ja. Maar er is ook niemand anders die het zo mooi kan zingen als Willy Alberti het destijds heeft gedaan. Ja. Alleen, het is natuurlijk niet meer van deze tijd. Nee. En ik heb, als je goed naar de tekst luistert, past het ook in deze tijd. Waar dus wel weer armoede is, waar dus ook heel veel mensen dus inderdaad weer misschien wel moeten stelen. Ja. Om hun kinderen weer te eten te geven. Dus die dingen die vielen allemaal samen. Dat was eigenlijk ook de reden van mij van nou goed, laten we ze in een nieuw jasje steken. Mm-hmm. En laten we eens kijken of we er toch niet alleen maar iets droevigs van kunnen maken, maar tegelijkertijd ook weer iets vrolijks. Iets positiefs gaan teruggeven. Na regen komt meestal ook de zonneschijn. Dus ik wil ook de mensen zeg maar, daar ook weer teruggeven. En dat is hetgeen waarom ik het liedje heb gemaakt. Ik denk dat jouw vader super trots zou zijn geweest als je hem gehoord zou hebben. Ik denk het ook. Ik weet het wel zeker. Want emotionele heb ik ook van mijn vader. Dus mijn vader was waarschijnlijk ook nog hartstikke emotioneel geworden. Dus ben weer de tissues vergeten, Charles. Want we hebben hier al een paar keer gehad. Dat we de tissues erbij moeten halen. Dus hou hem het eventjes droog. Dat gaan we niet doen. Nee, maar... Hey, als vader en zoon heb je toch een bepaalde band. Uh-huh. En meestal met dingen waar dan je over gaat praten, over de muziek. Wat je al aangeeft van, ja, mijn vader was helemaal weg eigenlijk van het nummer. Brengt toch emotionele dingen mee naar boven. Ja. Hoe is dat toen gegaan in de studio? Want je moet toch weer dat nummer in gaan zingen en dan, ja... Je achterhoofd. Ja, je gaat de studio op een gegeven moment in. Je weet, oké, ik ga mijn cover. Je krijgt op een gegeven moment krijg je de demo te horen. Dat heb ik er bijna 2 weken over moeten doen om het nummer fatsoenlijk in te zingen. Omdat natuurlijk het hele oude nummer, heel de melodie zat in mijn hoofd. Ja, moest eruit. Die moest eruit. Dus ik bleef telkens maar op de oude manier. En ik denk, shit, dit ga ik nooit meer voor elkaar krijgen om het dadelijk opnieuw in te zingen. Ja, op een gegeven moment, dan lukt dat, dan ga je het stukje bij stukje. En op een gegeven moment zet je dat uit je hoofd. Maar dat heeft heel mijn leven zit al in mijn hoofd. Dus ja, op een gegeven moment dan lukt dat en dan, ja, dan kan ik wel weer mijn emotie daarin kwijt. En dan wil je het juist goed doen en je wilt
misschien wel jezelf ook bewijzen nog naar je vader toe, zeg maar. Je wilt een eerbetoon brengen. Dus als je dan toch die emotie om de hoek komt kijken, dan vind ik van mezelf, ondanks dat ik mezelf geen beste zanger vind, ben ik wel op mijn best als ik met emotie mag. Dan hadden we het net, wij hadden buiten de uitzending, hadden we eigenlijk ook al een gesprek erover. Toen zei hij van, ja, als ik voor mijn familie sta, heb ik het idee van dat ik het alsnog zo goed mogelijk moet doen. Ja, er is niks ergens als voor bekenden en voor familie zingen. En toen zei ik tegen jou van, het is meer van, je wil je eigen bewijzen van dat je het kan. Het is niet van, ik wil laten zien van, ik doe het even gewoon, maar ik wil ook laten zien dat het kan. Ja. Maar voor velen is dat heel moeilijk, want ja, je staat tegenover familie. Ja, zeker weten. En je weet in het leventje hoe dat het gaat, ook in het artiestenwereldje van, jongen, je doet het hartstikke goed. En we draaien om en je weet, er gebeuren andere dingen. Ben ik vrij open in, want ik weet waar ik over praat, dus ik maak daar zelf regelmatig mee. Maar in ieder geval, de Dievenwagen, die heb je, waar heb jij die geproduceerd trouwens? De productie heeft plaatsgevonden in Roosendaal bij Sonic Solutions. Ja. Ja, dus die hebben het nummer Nieuw Leven geblazen. Ja. Kon je daar lekker bij gaan zitten? Want ik heb nou van de week Antonio zien zitten bij Sonic Solutions met zijn single opnemen. Zat jij daar nou ook zo of had jij echt zoiets van, nou ik ga achter die microfoon staan, gooi die muziek maar aan en begin gewoon mee inzingen? Ik moet jou heel eerlijk zeggen dat het wel vrij snel is gegaan. Op de dag dat ik mocht komen inzingen, ik denk een uur, anderhalf, dat hij er eigenlijk wel op stond. Dus dat was best wel goed gegaan. Dan moet ik heel eerlijk zeggen dat ik er echt wel heel veel tijd in had gestoken, natuurlijk thuis al. Ja, dan is het, dan zijn het kleine dingetjes, zeg maar, een beetje fine-tunen. En dan begint voor hun natuurlijk het eindwerk. Maar hij stond er wel vrij snel op, dus dat was wel leuk. Achteraf, vind ik zelf, had ik misschien nog meer kunnen geven, misschien wel moeten geven, maar ik vind dat het eindresultaat op zich prima is gegaan, prima is geworden, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Mag ik zeggen, Danny is een perfectionist? Ja. Ja? Absoluut. Het moet echt gewoon goed zijn en anders alles niet. Moet goed zijn, maar Danny is ook ongeduldig. Ah. Bij mij moet ook alles snel en niet alles kan snel en perfect, dus je moet ook geduld hebben. Ja. Dus dat heb ik echt moeten leren, geduld. Dat is je toch aardig gelukt, toch nog? Dat is me wel gelukt. Dus op een gegeven moment, ja, iets ouder wordt, dan wordt het makkelijker. Hey, het Nederlands lied is niet meer weg te denken, maar op 7 oktober heb jij een volkogel staan op het Festiland. Ja, heb ik 3 dagen mogen staan. Ja, dat was voor jou voor de eerste keer eigenlijk het groot podium. Nou ja, eerste keer was zeg maar, was eigenlijk iets eerder, dat was bij Camping Kitsch. Daar heb ik echt voor de eerste keer, is trouwens wel een heel leuk verhaal. Dus een vriendin van ons die zit dus in de evenementenbranche. Nou ja, die vroeg eigenlijk van, nou Dan, zou je een keer willen optreden bij Camping Kitsch? Camping Kitsch? Ik heb er nooit van gehoord. Dat was bij Eindhoven. Zei, hoeveel man zijn het? Ja, 400. Nou, ja, dat is al flink waar. Als jij dus nooit het podium hebt betreden, dan is dat best wel veel. Nou ja, dat ging een week vooraf, kreeg ik eigenlijk te horen dat er geen 400 waren, maar het waren er 7000. Dus het waren er net iets meer. Ja, dan krijg je de rotzenuwen. En dan heb je daar 5 dagen last van. Dan heb je echt 5 dagen, ik heb 5 dagen buikpijn gehad. En dan is het dus en de teksten in je hoofd en met de mensen. En ik moest ook nog eens een act gaan doen. Mm-hmm. Dus ik moest een nummer van Guus Meeuwis als Marco Bussato, de imitator, gaan zingen. Dus het werd nog een showtje ook. Ik wist niet wat ik kon verwachten. Wat voor mensen heb ik mee te maken. En het enige wat ik tegen mezelf zei was, nou ja, het is 9 uur 's avonds op Mainstage. En dan noemen ze dan daar Mainstage. Ja, ik denk, de mensen zitten allemaal goed in de olie, dat zal wel loslopen. Nou, als je dan daar aankomt op het festival en Frans Bauer staat daar nog te zingen. Frans Bauer. Huh? Ja, dan wordt het, dan gaat je hartje nog een beetje vlugger. Ja, dan ga je op een gegeven moment en met oortjes zingen. En je hebt er ook een gek pak bij aan ook, hè, want je wil, daar staat het festival een beetje onbekend, hè, om de campinggasten. Nou, wat ik daar heb gezien, dat wil je niet weten. Dat is echt gigantisch. Dat is wel superleuk. Mm-hmm. Ik heb echt tegen mezelf moeten zeggen van, Dan, ontspannen gewoon en maak er gewoon een feestje van. Dus ik heb 3 nummertjes daar gezongen. Het was te gek. En de adrenaline die... De adrenaline die ging echt flink erin. Ja, dat was echt heel leuk om te doen. Dus daar heb ik fantastische ervaring mee opgedaan. Ja. Nou, dat is alleen maar mooi. En dan geef ik weer een stukje zelfvertrouwen, toch? Zeker weten, zeker weten. En nou was ik ook aan het snuffelen op YouTube en toen kwam ik een filmpje van jou tegen. En toen zag ik iemand met de gitaar zitten en dan was je akoestisch aan het zingen. Dat klopt. Het liedje van Dreetje Hazes. Ja, Ik leef mijn leven. Ja.
Hoe is dat dan om zo anders te zingen als alleen met de gitaar op de achtergrond, terwijl dat je eigenlijk, ja, nu met volle banden in principe zingt? Hoe is dat dan voor jou? Want dan komt ook alles heel dichtbij. Ja? Ja, dus hun zitten in de band en degene die achter mij staat op dat filmpje, daar heb ik ook de zangles bij. Dus we hadden het nummertje ook al een paar keer gedaan. Ook dat nummer heeft nog een heel speciale betekenis voor mij gekregen. Dus daarom vind ik het ook heel mooi om dat nummer te zingen. Het is op een heel andere manier. Juist heel rustig in plaats van heel uitbundig. Ja. Dus je moet het proberen nog zo klein mogelijk te houden ook. Nou ja, dan ben ik net zo zenuwachtig. Of dat het nou die 7000 mensen zijn of het zijn er dan 40 die daar in een restaurant zitten. Maar achteraf ben ik daar ook wel weer heel trots op dat ik het toch weer 1 gedurfd heb en 2 heb ik het gedaan. Ja, ik heb dat filmpje heb ik nog steeds opgeslagen staan en als ik het terugkijk, ja, ik vind het geweldig. Dus dat vind ik gewoon, zo zijn dat elke keer dingetjes en leer je elke keer weer iets meer. Dus dat is gewoon heel leuk. Merk je nou wel dat je de afgelopen jaren elke keer toch steeds weer gegroeid bent naar een sterker iets? Als persoon denk ik dat ik sterker ben geworden. Ik moet nog iets meer leren om scheid te hebben aan dingen. Voornamelijk ook aan bepaalde mensen. Zonder namen te noemen, want dat heeft helemaal genut. Zo zit ik ook helemaal niet in elkaar. Maar je wordt gauw, zeg maar, dingen worden gauw beloofd. En mensen zullen er altijd voor je zijn. En als je ze nodig hebt, dan zijn ze er niet. Dus daarom ben ik ook iemand, zeg maar, die altijd alles probeert alleen te doen. Mm-hmm. Dus wat ik tot nu toe heb gedaan, heb ik ook allemaal alleen gedaan. Dus ik wil ook iedere stap alleen nemen. En dan kan ik trots zijn op mezelf, dat ik het heb bereikt. Maar het is ook een wijze leer wat je nou meekrijgt. Ja. Dus je hebt op een gegeven moment ook zoiets, als ze bij jou aankloppen, dan is het ook van, ja, doodle het ook hier, zoek maar uit. Maar dat is wel altijd het probleem geweest. Als mensen bij mij kwamen, dan stond ik er wel. Altijd ja. Ja, dan was je er. Kijk, zonder mensen daarin te kwetsen, want niemand hoeft zich aangesproken te voelen, absoluut niet. Mm-hmm. Zo heb ik het in ieder geval gevoeld. En ik heb altijd geleerd, als je mensen helpt, dan moet je er ook altijd voor terug kunnen krijgen. Ja. En je moet elkaar helpen. En het is een heel lastig wereldje, de muziekwereld, zeg maar, om daar al iets in te bereiken. Ik heb gewoon mijn 40-uurige werkweek. Ik hoef geen boterham minder te eten, zeg maar. Dus ik mag het gewoon nog steeds leuk blijven vinden en ik mag het nog steeds zien als hobby. Dus dat vind ik, voor mij is dat het allerbelangrijkste. En probeer het zo te houden. En dan ga ik zeker proberen zo te houden. Komt er dadelijk iets nieuws, we zijn met iets nieuws bezig, dan is dat alleen maar leuk als de mensen het ook leuk vinden. En als mensen het leuk vinden, vind ik het automatisch heel erg leuk. Dus, hey, nou ben jij een Bosnaar en nou ben jij met jouw clip eigenlijk ook op verschillende plaatsen in de bos geweest. Zelfs Huis van Bewaring kwam in beeld. Ja. Met wie ben jij die clip gaan maken? Met Jos van der Wiel vanuit Rosmalen. Ja. Die heb ik toen benaderd. Ik had daar in ieder geval, die was mij getipt in ieder geval om die te gaan bellen. Ik wilde eigenlijk in eerste instantie de clip gaan opnemen in Amsterdam. In een Amsterdams kroegje. De Dievenwagen, echt iets Amsterdams. Toen dacht ik, waarom ook niet gewoon in mijn eigen stadje Den Bosch. Waar ik zelf geboren en getogen. En daar hebben we prachtige plaatsen om daar een mooie clip op te nemen. Dus ook daar heb ik zelf in regie genomen. Dus ook zelf bepaald van, nou goed, ik wil het daar hebben, ik wil het zus en ik wil het zo. Ja, je hebt er hier al in je hoofd zitten. Ik had het al een beetje in mijn hoofd zitten. Ja. Dus. Ja, ik vind ook, het is jouw clip en ik vind, dan mag je zelf ook best wel mee bepalen van hoe dat je het wil hebben. Ja. En dat is toch ook weer iets standvast van jouzelf, hè? 100%, ja. Hé, iedereen heeft nog dingen die hij wil doen om uit het leven te halen. Wat wil jij nog uit jouw leven halen? Deze had ik niet verwacht. wat ik uit mijn leven wil halen, ik wil voornamelijk heel gelukkig en gezond blijven met mijn gezin. Mm-hmm. Dat is het allerbelangrijkste. Dus ik hoop dat wij samen 95 mogen worden. We hebben nu een dochter, die is nu inmiddels 13. Dat gaat allemaal hard zat. Puberen tot en met, dus dat is ook wel een heel leuke periode. Welkom in de opgegroeide wereld, hè? Ja, weet je, ik kom zelf uit een heel groot gezin. Ik heb 5 broers en zij is enigskind. Ze doet het fantastisch, dus daar ben ik enorm trots op en dat moeten we ook zo volhouden. Mm-hmm. Daar zit tegelijkertijd ook een stukje angst in, wat voor tijd dat we zeg maar nu leven. Dus ik hoop dat het allemaal beter mag worden in de toekomst. Dat zij ook gewoon een leuke jeugd in ieder geval heeft en dat ze later ook moeder mag worden, zodat wij later ook nog eens grootouders mogen worden. Daar zou ik enorm trots op zijn. En wat ik verder wil bereiken in mijn leven is hetgeen waar ik nu zeg maar mee bezig ben. Dus gewoon leuke dingen doen. En als ik mensen blij mag maken met een Nederlandstalig liedje of een nummer 5 of 6 of whatever, mm-hmm. op een feestje, dan ben ik de gelukkigste man op aarde.
Ga jij nou de hele tijd alleen op pad of gaat jouw vrouwtje ook mee? Mijn vrouwtje die wordt er allemaal zenuwachtig van als ze mee gaat. Dus die gaat wel eens een keer mee. De laatste keer toen we bij de tapperij stonden, toen is ze mee geweest. Ze hoeft me niet aan te kijken of zo. Zij wordt zenuwachtiger als ik. Dus dat is ook af en toe wel grappig. En zij is ook niet zo van, nou goed, dat is dat mijn vent. Je kan ook op de achtergrond blijven. Dat is ook prima. Ze vindt het hartstikke leuk. En ze is wel mee geweest destijds naar Eindhoven. Natuurlijk zijn ze daar mee naartoe gegaan. Ik heb zelfs een paar andere mensen erbij uitgenodigd om daar te komen kijken. Ja, dan is dat wel heel leuk om te zien dat die mensen er ook voor jou staan. En dat is wel, dat geeft mij een goed gevoel. Ja. Een goed iemand die achter je staat. 100%. Ik heb de beste vrouw ter wereld. Nou, vertelde je net al een stukje van de kop. In 2024 kom je waarschijnlijk weer met iets nieuws. Daar ben je al volop mee bezig. Ja. Toen vertelde je, het wordt een geschreven nummer. Het is geen nummer wat gecoverd wordt. Nee. Kijk, bij de diepe wagen was het zo. Voor mij had dat een betekenis. En daar zei ik straks ook tegen jou. Voor mij, kijk, of, nu is je inmiddels misschien 11.000 keer gekeken op YouTube. Al was je 3.000 keer bekeken, dat interesseert me eigenlijk werkelijk helemaal geen hol. Voor mij stond dit. Ik was er enorm trots op. En mijn vrouw was trots. Mijn broers waren trots. Het is gewoon een eerbetoon aan mijn vader. Nou, dus dat is voor mij prima. Dat heb ik ook gewoon een mooi plaatsje gegeven. Vinden mensen het leuk. Voornamelijk de oude mensen die het nummer van vroeger kennen, die vinden het ook fantastisch. Als je dan op de Graafse weg naar de stad loopt en mensen roepen dan, Jungske, dat heb jij goed gedaan, Jungske, voor mijn vader. Ja, dat vind ik dan veel leuker, weet je. Ja. Dus dat vind ik mooi. Maar om nou iedere keer opnieuw een cover te kiezen is misschien een makkelijke weg. En ik wil nou echt ook zo'n stap zetten van oké, dan gaan we ook voor iets heel nieuws. Wat ook van jezelf is. Ook van mezelf, 100%. En dan iets meer de feestkant op. Dus, je maakt me nou wel nieuwsgierig, dus we moeten echt wachten tot 2024 mochten we een toren krijgen. Ik ben ook hartstikke nieuwsgierig, want ik heb ook nog niks gehoord. Dus het is besproken en ze zijn druk bezig. Dat komt dus allemaal wel goed. Dat gaat goed komen. Hey, als mensen vriendjes met jou willen worden, waar kan ze jou vinden? Op welke social media? Ze kunnen mij vinden op Facebook, gewoon Danny van der Heijden. Op Instagram is Danny van der Heijden ook te vinden. Dus en daar staat er gewoon alles op wat men moet weten. Gaan jouw boekingen ook via die sites of kunnen mensen jou bellen? Want onze Charles die zet meestal een telefoonnummer eronder of een e-mailadres eronder. Mijn telefoonnummer staat ook gewoon op Facebook. Ik kan ze gewoon bellen, dus ik doe het tot nu toe wel mezelf. In de hand houden. En dat kan ook makkelijk allemaal nog, dus dat is helemaal geen probleem. Dus ze kunnen mij gewoon benaderen. Nou, ik geef aan jou de camera om jouw clip aan te kondigen met een speciaal plekje in jouw hart. Gaan we zeker. Ik zou zeggen, neem het over van mij. Yes. Dames en heren, we gaan kijken naar de dievenwagen van Danny van der Heijden. Dan wens jullie er heel veel plezier bij. Dankjewel. En wij zien elkaar volgende week weer terug. Ik zeg tot dan. Jongens, kom kijken, de wagen staat vol. De dieven worden weggereden. Dan zie je de stumperts, hun handen geboeid. Die soms niet het ergste deden. Daar is het een jongen, lang werkeloos, die het deed daar hij niets kon verdienen. Vaak zie je de moeders aan het station, die stil in een hoekje staan grienen. Lach nooit als je die wagen ziet staan, je kunt hen gerust wel betreuren. Denk maar alleen wat hij heeft gedaan, kan morgen mij ook gebeuren. Wat is het niet vreed als je loopt langs de straat en overal zie je die wilde. Dan loop je te denken hoe mooi rijk we zijn, wat arm zijn wij dan toch misdeelden. En als soms je kinderen vragen om brood, je kunt hen ook dat niet eens geven. Dan stil je maar, want het is voor je kind. Dat heeft ook het recht om te leven. Lach nooit als je die wagen ziet staan. Je kunt hen gerust wel betreuren. Denk maar alleen wat hij heeft gedaan. Kan morgen mij ook gebeuren. We'll be right back.
blijft geen dief die de wagen ingaat. En dat is natuurlijk weer het mooie. Het zijn soms die jongens die geen dienst willen doen en die ze de noor maar in gooien. Maar hij die vermoord en geld heeft zo'n bloed en wordt steeds die schande vermeden. Hij wordt echter niet met die wagen vervoerd, maar in zijn eigen auto gereden. Lach nooit als je die wagen ziet staan, je kunt hem gerust wel betalen.